Hallo iedereen, ik wilde zeggen goedemorgen, maar het is net de middag geworden. Dus goedemiddag iedereen. Zoals je kan zien ben ik net gedoucht, mijn haar is nog nat en ik ga even mijn make-up doen. In de video van gisteren hebben jullie laten zien dat we wat Primark spulletjes hadden ontvangen. Nu weet ik wel dat het niet misschien de beste timing is om foundation te testen, want mijn huid is natuurlijk een beetje droog. Ik kan eigenlijk gewoon niet wachten. Dus of ik ga mijn eigen foundation pakken en ik ga eventjes een paar van die witte druppels proberen om het net ietsje lichter te maken en kijken of het ook echt lichter wordt. Of ik ga een van de foundations proberen. Maar dat doe ik zo meteen gewoon eventjes. Oké, ik doe eerst eventjes een eerste impressie update. Ik heb eerst deze foundation opgedaan. Deze kleur komt het meeste in mijn richting en dit is de kleur Cool Scent. Matte foundation, medium full coverage. Ik vind deze iets te cool eigenlijk naar mijn smaak. Hij slaat een beetje grijzig uit op mij. Maar ik ben natuurlijk vanwege mijn afkomst ook wel een beetje geel. Verder heeft hij wel een mooie coverage. En hij blende ook heel erg mooi in. Niet heel erg poederig of dat je hem heel erg heftig zag zitten. Dus wat dat betreft niet mijn kleur. Maar volgens mij is de formule wel heel erg fijn. Deze heb ik een klein beetje gemengd met de donkere druppels. Ik vond dat met dit. Dit zijn echt hele donkere druppels. Dus hier moet je een beetje mee uitkijken. En dat maakt hem wel nog ietsje cooler. Niet echt nog steeds een goede match. Maar dit is echt gepigmenteerd. Dus hier ga je denk ik een hele lange tijd wel mee doen. Dus wat ik toen heb gedaan is toch eventjes mijn standaard foundation. Dat is dus de Estée Lauder Double Wear. En deze heb ik in de kleur 2W2 Rattan. En dit is echt een gele kleur hoor jongens. Je ziet het ook al een beetje. Ik heb hem nu dus gemixt met de witte druppels. En ik vind dat een heel mooi effect geven. En ik kwam echt op een veel betere match met mijn huidskleur. Dus dit is zeker een combinatie die ik vaker wil gaan gebruiken. En ik heb geen idee of jullie verschil kunnen zien met andere dagen bijvoorbeeld. Maar ik vind het wel echt een hele goede match. En ik heb nu de foundation doorgetrokken naar mijn nek. Dat kan je nagaan, dat kan ik nog een klein beetje wel doen. Ik vind het wel een mooie match. En als ik ook gewoon van dichtbij bekijk, vind ik dat het er best wel mooi uitziet. Ik kan hier nog een beetje wat dekking gebruiken. Maar ook als ik in de spiegel kijk, ik zie het niet super erg goed zitten. Ik heb hier de Buildable Coverage Velvet Finish Foundation Stick. Ik dacht eigenlijk dat het een concealer was, maar het is een foundation stick. En ik had hem net al heel eventjes gebruikt. Ik vind deze ook wel echt super fijn. Het is heel romig. Ik doe hem daar eventjes, heel klein beetje hier. Heel erg romig en ik vind de dekking ook erg oké wel. Even kijken. Zo, daar ben ik weer. Even kijken. Ik vind dus de foundation stick ook best wel nice. Maar dit is er wel echt eentje die je over je hele gezicht moet doen. En ik denk dat dit vooral heel erg fijn is als je niet heel veel foundation hoeft te gebruiken. Maar alleen een beetje op een paar plekjes wilt aanstippen. Want dat is wel heel snel in gebruik. En hij is lekker creamy. Maar voor onder mijn ogen was hij wat lastiger. En ik heb eventjes weer opnieuw moeten aanbrengen. Omdat ik mijn foundation eraf had gehaald per ongeluk. Dus voor nu zijn mijn favorieten toch wel echt deze. Want die mesh die is gewoon een heel erg goede combinatie met mijn foundation die ik al gebruik. En ik denk dat ik de formule van deze ook wel heel erg fijn vind. Alleen ik kan het nog niet 100% zeggen omdat het niet helemaal mijn kleur is en ik het nog niet helemaal kan gaan zien. Ik ga nu even de rest van mijn make-up afmaken en dan heb ik straks nog een lipgloss. En het heeft een hele bijzondere kleur. Ik ben benieuwd hoe deze op mijn huidskleur staat. Het is de kleur Toffee Dip namelijk. Dus ik ga even kijken of deze fijn is en dat doe ik even als allerlaatste. Hallo allemaal. Welkom in weer een nieuwe vlog. Zoals je ziet heb ik mijn kersttrui voor de gelegenheid heel eventjes aangetrokken. Ik weet niet of ik hem de hele dag aan hou hoor, maar ik vind hem gewoon wel heel erg leuk. En zoals je ziet ben ik net uit de douche gekomen en ben ik bezig met mijn make-up. En gisteren hadden we deze uitgepakt, want deze hebben wij ontvangen. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hiernaar. Dit is namelijk een concealer en ik ben gewoon heel erg concealer fan. Ik gebruik al jaren en ik heb het ook echt nodig. Ik ben heel erg benieuwd of dit wat is. Dus laten we het eens even proberen. En ik heb al wel foundation eronder op trouwens. Ik moet zeggen, het ziet er niet slecht uit. Even kijken hoor. Ik vind het altijd lastig oordelen na één keer. Dus ik moet sowieso altijd vaker gebruiken. Maar qua dekking ziet het er best oké uit eigenlijk. En het voelt ook wel goed aan. Het is zeg maar niet te... Hij gaat zeg maar niet nu al creasen. Dat heb ik wel eens gehad. Maar wellicht aan het einde van de dag. Laten we maar gewoon kijken hoe die gaat. Want dit is dus een concealer van Primark. En dat is dus budgetproof. Deze was... Oh, het staat in ponden erop. 2 pond. Dus hoeveel zou dat zijn? 1,50 euro of zo? Dus ik ben heel erg benieuwd of dat wat is. Dat zou echt heel chill zijn. Dit is trouwens ook een product die we gisteren hadden gekregen. Dat is de Lash Crown Mascara van Max Factor. En ik ken deze nog niet. Dus ik ben eigenlijk al heel erg benieuwd hoe die werkt. En ik heb natuurlijk de waterproof versie. En het borsteltje, die ziet er zo uit.
is best wel apart. Dus ik weet niet precies hoe je hem zou moeten gebruiken. Maar ik denk dat je met het kleine gedeelte gewoon op de kleine plekjes kan. Ik weet het eventjes niet zeker wat ik hiervan vind. Misschien dat ik hem gewoon verkeerd aanbreng. Maar ik heb het idee dat mijn wimpers normaal gesproken voller zijn met andere mascara's. Dan nu. Maar goed, ik laat het voor nu gewoon eventjes op deze manier zitten. Okido, ik heb mijn make-up gedaan. En ik wil nu eventjes dus deze nude lipgloss proberen. En ik ben benieuwd. Het ruikt een beetje naar citroen of zo. Een beetje citrus, heel raar. Het applicatortje is heel fijn. Er zit niet zeg maar te veel van die haartjes aan. Zo, hij heeft echt wel veel kleur, vind ik. Hij is natuurlijk wel plakkerig, want het is een lipgloss. Maar niet te dik, zeg maar. Het is niet een super dikke laag die op je lippen zit. Ik denk dat ik het wel fijn vind. En het kleurtje is wel heel erg mooi. Hij is wel, zeg maar, opvallend en te zien. Maar hij is niet, zeg maar, wow. Laat me eventjes weten of jij wel eens beautyproducten van een Primark hebt geprobeerd. En wat jouw aanraders zijn, bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld helaas niet een poeder of een highlighter of zo. En daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Dus laat me eventjes weten in de comments. En het is vandaag de 21ste. Twee elastiekjes zitten erin. Eentje in een doorzichtige kleur en eentje is heel erg leuk. En rose gold. En dan pak ik eventjes die van L'Occitane erbij. Even kijken. Dit is een mini handcremetje. En ik vind het echt super schattig verpakkingjes allemaal. En ook heel erg handig om mee te nemen. En dit is van de Fervana lijn. Wat ik verder nog wel even wil laten zien is dat ik deze lampjes ooit van Disney heb gehad. Die heb ik meegenomen. Ik weet nog niet zo goed waar ik ze ga ophangen. Maar ik vind ze wel heel erg gezellig. En ze geven ook lampje of licht. Superleuk. En ik heb twee kerstsokken meegenomen van thuis. Deze was vroeger van Serena. Dus die vind ik heel erg leuk. Ik moet heel even kijken waar ik die ga ophangen. Het zou heel erg leuk zijn als ze een beetje zo voor de haard hangen. Ze zijn wel heel groot. En deze was van mij vroeger. Die heeft mijn moeder zelf gemaakt. Ik weet dat deze van mij is omdat hier een kaartje op staat. Dus die vind ik wel heel erg leuk. Ik heb er alleen nog geen één voor sale. Maar misschien dat het dan... Dat we dat dan toch maar niet moeten doen. Verder ben ik echt druk bezig geweest met het inpakken van cadeautjes. En het was echt enorm veel werk. Maar ik denk dat ik nu wel bijna alles heb ingepakt. Dus dat scheelt weer een hele hoop last minute werk. Over last minute werk gesproken. Ik ga straks nog heel eventjes de stad in om wat kleine cadeautjes te halen. En waar ik eigenlijk de hele ochtend mee bezig ben geweest. Is het editen van de video en het uploaden. En het bestand is echt mega groot. Dus ik weet eigenlijk nu al dat hij heel laat online gaat komen. En daar is nu eventjes niks aan te doen, want ik krijg het niet. Maar ik wilde net in een programmaatje rollen om het bestand kleiner te maken. Maar ook dat duurde te lang. En ik moet gewoon straks van huis. Dus ik denk dat ik hem gewoon verder laat uploaden. En dat hij dan maar wat later online is vandaag. En ik hoop dat het niet erg is. Maar ik kan er nu heel eventjes niks aan doen eigenlijk. En wat dat betreft vind ik Vlogmas tot nu toe ook wel een beetje vermoeiend. Dat je zeg maar elke dag moet filmen. Elke dag moet je editen. En dan elke dag moet je weer in de gaten houden of hij wel een beetje goed uploadt. En dat soort dingen. En dat gaat niet super soepel, vind ik. Voor de rest heb ik natuurlijk wel echt goed volgehouden, want het is alweer de 21ste. Dus we hoeven in principe alleen nog maar vandaag en dan de volgende 3 dagen te filmen. En dan is het alweer voorbij. Maar goed, zoals ik net al zei, ik moet straks van huis. Dus ik ga even snel mijn haar feunen en ik denk me toch heel eventjes omkleden. En dan zie ik jullie straks wel weer. Zo, zoals je misschien wel merkt aan de achtergrond ben ik momenteel niet meer thuis. Ik ben namelijk naar de stad gegaan. Ik moest nog even wat cadeautjes kopen voor jullie met wie ik vanavond heb afgesproken. Ik moest ook nog een pakketje ophalen, pakketjes wegbrengen, dus... Zeer productief. Ik ben bijna denk ik wel helemaal klaar. Maar ik wil denk ik nog eventjes wat winkeltjes doorlopen. Gewoon in de stad om te kijken of ik nog iets anders kan vinden. En sorry dat ik niet echt tijdens het shoppen aan het filmen ben. Het is best wel awkward zeg maar om in je eentje te filmen als je in de stad bent, vind ik. Of een beetje eng of zo. Maar ik zal even kijken wat ik nog hier en daar kan gaan filmen. Maar ik heb nu echt gewoon 3 tassen aan mijn arm hangen. Hier nog eentje om. Het is echt heerlijk mistig buiten. Moet je kijken. Nou ja, wat ik nou in de optie van mijn leven. Zo, ik heb net heel eventjes een wijntje gedronken bij Lebowski in Utrecht met mijn vriendinnetje Jennifer. En zij heeft trouwens echt een super vette nieuwe flared leopard pants. Ik vind hem echt heel cool. Staat je heel erg voor Jen. En het was heel erg gezellig, maar het is ook heel erg rumoerig. Dus daar heb ik niet echt gevlogd, omdat de muziek super hard staat. En inmiddels ben ik dus weer thuis. En ik ben op dit moment even eten aan het maken. En ik ben bezig met kip in een braadzak en aardappeltjes. Gewoon even makkelijk. En ik heb gehoord of gelezen via Twitter dat het nieuwe seizoen van Peaky Blinders uit is. Dus dat wil ik eigenlijk heel eventjes kijken tijdens de avondeten straks. Daar heb ik heel veel zin in. Hi Silly. Hoe is het? Kijk hoe leuk Utrecht eruit ziet. Het is inmiddels helemaal donker geworden, jongens. En ik loop hier echt met grote tassen.
ben niet echt de handigste nu in de stad. Maar hier is Urban Outfitters en die kan ik niet overslaan. En eigenlijk wil ik stiekem ook nog naar Pull & Bear. Maar Urban Outfitters, it is. Jongens, kijk dit nou. Een pizza ornament. Met glitter. Hij kost 7 euro. Dus ik zit een beetje te twijfelen omdat het nog steeds best wel duur is. Maar hij is echt heel leuk. Daar, deze is voor jou. Moet je kijken. Het is een sticker, dus daarom denk ik niet dat ik hem neem. Maar ik had deze anders echt voor jou willen kopen. Vol met boobies. En ze hebben allemaal kleuren. Dus ook deze. Maar deze is toch wel echt heel leuk. Eten is klaar. Het ging niet helemaal goed met die braadzak, dus ik heb hem uiteindelijk al gewoon in een pan gegooid. Dus eet smakelijk. En deze hebben we er voor de gelegenheid bij. En dan nu nog Peaky Blinders opzetten. En ik weet niet of jullie de serie ook volgen, maar ik vond het best wel spannend, het einde van het vorige seizoen. En ik ben stiekem een beetje verliefd op Tommy. Tommy Blinders. Silly wil ook een beetje eten, maar we geven hem geen kip. Maar de broccoli. Want dat vindt hij super lekker. Ja, hij wil stiekem natuurlijk ook de kip, maar als hij de broccoli eet, is het natuurlijk gezonder. Of niet? We hebben echt een veggie cat. Goed bezig, Silly. En hij eet de broccoli ook echt alsof het kip is. Zo, ik ben inmiddels thuis, eindelijk. En ik ben helemaal zwaar beladen met allemaal spullen. Ik heb het echt super warm. Mijn haar is echt compleet ontploft. Ik weet, je kan het niet heel erg goed zien, maar ik mis het een beetje buiten. En ik had er helemaal niks mee gedaan. Dus het zit aan de bovenkant super plat. En dan... Ja, hier zie je het. Ugh. Ik wil trouwens ook nog eventjes laten zien dat ik een paar dingetjes voor mezelf heb gekocht vandaag. Het zijn 2 dingetjes, dus het valt wel heel erg mee. Want ik heb merendeel echt natuurlijk gewoon geshopt voor kerstcadeautjes voor anderen natuurlijk. Wat ik voor mezelf heb gekocht is deze riem. Ik was een hele tijd op zoek naar eigenlijk een super goede basic riem. Dus niet te dik, niet te dun. Van de Mango is die. Hij was waarschijnlijk eerst 13 euro. Nu heb ik er 10 euro voor betaald. Nou ja, zo'n grote deal is dat ook weer niet. Zit ik nu te bedenken. Maar 10 euro voor een riem vond ik nog wel gewoon goed. En deze ga ik zo even omdoen. En verder bij Urban Outfitters heb ik deze. Tada! Oh, ik heb hem toch al genomen. Ik weet, ik vond het toch een beetje prijzig. Natuurlijk 7 euro. Maar hij is wel echt te gek. En deze gaat natuurlijk gewoon jaren mee. Tenzij hij natuurlijk kapot gaat. Maar kom op. Een pizza punt met glitters. Deze moet echt eventjes een topplekje krijgen in de boom. Want hier hebben we natuurlijk de auto. Hier hebben we het mannetje. Dus dan denk ik... Oh ja, en hier het ijsje natuurlijk. Dus dan... Is dit misschien wel een mooie plek? Oh, wat loopt die te shinen. Ik vind de bomen echt zo leuk. Oh, trouwens. Ik heb gisteren... Oh, dat heb ik nog helemaal niet verteld. Ik heb deze gisteren opgehaald bij mijn moeder. Want we hadden van die ijsjes thuis liggen. Volgens mij is deze van Serena. Deze is van mij. Deze is van Tara. Maar ik moet hier even zo'n haakje in doen. Zodat hij opgehangen kan worden. Dus vandaar dat hij nu even hier ligt. Die heb ik gisteren dus meegenomen. Samen met deze schattige vogeltjes. Ook nog hier deze bijvoorbeeld. Dus de boom is nog net weer iets voller. En ik heb even de riem omgedaan. Beetje een soort van mini detail die erbij zit. Happy days. Nou moet ik wel gaan, want ik moet nog een stukje fietsen. En ik heb uiteindelijk niet meer gegeten. Dus ik hoop dat ik even wat dingetjes kan bestellen om te eten of te snacken. Nou, ik ga jullie natuurlijk gewoon meenemen. Dus ik zie jullie gewoon straks. Hallo, ik ben aangekomen bij... We zijn gaan zitten eigenlijk bij Camping Gansport. En ik zit hier samen met Jolien. En Jolien's hoofd wil niet in beeld. Maar ik mag de rest wel filmen. En we hebben net lekker wat eten besteld. Ik zal het even laten zien. Allereerst, hallo Jolien. En hier hebben we nachos. Ziet er echt super goed en lekker uit. Met denk sour cream en een huisgemaakte salsa. En we hebben extra frietjes erbij besteld. En die ruiken ook echt goddelijk. Eet smakelijk. Oh, het is trouwens echt super leuk hier binnen. En hier is de keuken. Daarachter heb je nog allemaal tafeltjes. En er staat nu een band te spelen. En dan loopt het helemaal hier door. En dat is heel leuk. Het is een stapel met allemaal spelletjes. Allemaal van die oldschool spelletjes. Dus als ganzenbord. En allemaal bordspellen hebben ze hier. Het is een heel leuk plekje hier in Utrecht. Nou, wij gaan ook een spel spelen. We gaan kwartetten. Super lang geleden voor mij.
4 afleveringen gekeken en ik vond het wel weer echt heel erg leuk meteen. Van Peaky Blinders bedoel ik dan. In de huiskamer staan de lampjes aan. Het mutsje zit nog op het hoofd van José. Ik heb hier de sokjes nog steeds niet opgehangen, maar ze hangen er een beetje overheen. En ik heb hier de 2 kerstkaarten die ik laatst dus had gehad, heb ik neergezet. En het staat al echt heel erg gezellig zo. Ondertussen zijn hier wat cadeautjes bijgekomen en er is ook wat meer ingepakt. Dus dat is heel erg leuk om te zien, want 1 van deze pakjes is voor mij. Hallo iedereen, ik ben weer thuis. Het was zoals altijd super gezellig met Jolien. Het was ook heel leuk om weer een keer wat van die bordspelletjes te spelen. En toevallig hadden we het daar gisteren over met onze vader. Of eigenlijk, onze vader zei gewoon van ik wil met kerst bordspelletjes doen. Dus dat is wel heel erg toevallig. Oh, en trouwens voor de record, ik had gewonnen met kwartet en Jolien had gewonnen met Rummy Cup. En daar was ze echt super goed in. Dus dat is zeker voor herhaling vatbaar. En ik zit nu hier thuis met de adventkalenders naast me. Want die was ik dus weer vergeten vanochtend. Hey, dit is leuk. Dus dat is super leuk. Ik ben heel erg benieuwd of deze een beetje goed blijven zitten. En net zo fijn zijn als degene die ik altijd draag. Gaan we nu naar nummer 21 van de posters. Start the day with a smile and finish it off with champagne. Super leuk gedaan met die 2 verschillende soorten lettertypes. En nu ik hier toch zit, heb ik ook nog 2 andere dingetjes die ik wil laten zien. Even kijken. Ik begin eerst met deze. Ik had namelijk in de comments een tip gekregen om de La Roche-Posay Kerium DS crème te kopen. En dat is dus voor mijn schilverige huid. Dus omdat ik dit merk dus al ken, vond ik het wel fijn om dat nog even te proberen. Want ik ben er niet zo erg van om zeg maar allemaal verschillende producten van allemaal verschillende merken te proberen. Ik zal jullie in ieder geval nog de komende paar dagen, dat wij nog vlogmas doen, jullie op de hoogte houden van of ik hier al wat van merk. En verder heb ik ook post ontvangen. Volgens mij is dit van de ontwerper die ons logo heeft gedaan. Want zij heeft een t-shirt ontworpen en uitgebracht. En ze vroeg of wij die ook wilden ontvangen. En haar stijl is gewoon echt super leuk. Nou, de batterij van de camera viel even uit. Dus ik ben nu met de telefoon aan het filmen. En de voorcamera is echt te slecht om daarmee te filmen. Dus ik heb geen idee wanneer ik wel niet in beeld ben. En we hebben ook even een tweede telefoon neergezet met de flitser, zodat ik wat beter licht heb. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit er straks uitziet. Maar wat ik wilde laten zien is deze afbeelding. Dit is echt super vet erbij. Dit is eigenlijk gewoon een kaart. En deze afbeelding staat dus ook op het shirtje. Op de voorkant heb je eerst deze 2 eetstokjes met een lumpia. En op de achterkant staat dus wat je net zag. Take me away. En dan met die hand. En die hand herken je misschien dan wel van ons logo. Want dat is echt dezelfde stijl. En ik vind het gewoon echt zo ontzettend cool. Dus super bedankt Vianne voor het opsturen van deze shirts. Ik vind het echt geweldig. En ze voelen ook heerlijk aan. Het is echt super mooi erop gezet trouwens. En ik zal even haar informatie en details in de beschrijving neerzetten. En ze heeft deze shirts dus uitgebracht. Kan je dus ook shoppen, mocht je dat ook leuk vinden. Ik vind het echt heel, heel, heel erg tof. Om nog heel eventjes terug te komen op de concealer van Primark. Ik heb hem dus nog onder mijn ogen zitten. Maar ik heb wel een beetje in mijn ogen gewreven. Volgens mij is die concealer best wel goed blijven zitten. En hij is ook niet gaan creasen of iets dergelijks. Maar ik vind het altijd lastig oordelen na 1 keer. Zo is het altijd liever een paar dagen. Als vlogvraag van deze keer lijkt het me leuk om het over dus zeg maar offline bezig te zijn. Spelletjes doen. Wat doe jij in je vrije tijd dat echt offline is? Dus denk aan een boek lezen, koken, bakken, tekenen. Laat me eventjes weten of jij een hobby hebt dat zonder het gebruik van technologie is. Ik ben heel erg benieuwd. En zo niet, weet je wel, wat zou je vaker willen doen dat offline is? Ik denk dat ik wel vaker spelletjes zou willen spelen, kaarten, dat soort dingen. Ik vind het echt wel heel erg leuk om te doen. Dus dat is misschien wel een leuk soort van voornemen. Gewoon iets meer offline samen doen met vrienden en vriendinnen. En familie uiteraard. Nu is het tijd om te gaan slapen. Ik ben ook best wel behoorlijk moe geworden. Dus ik ga straks even mijn make-up afhalen en dan het bed in. Ik hoop dat jullie weer gezellig vonden om te kijken. En ik zie jullie heel graag morgen weer terug in een nieuwe vlogmas. Doei! Doei!